Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Afgelopen zaterdag is er geen video online gekomen, maar excuses daarvoor. Ik had het ineens echt even super druk, dus het lukte me niet om een video te plaatsen, maar vandaag ben ik er gewoon weer. Vandaag heb ik een leuke unboxing slash shoplog voor jullie. Ik heb hier allemaal pakketjes. Ik heb wat dingetjes bij MAC gehaald. Ik heb dit pakketje van Anastasia Beverly Hills. Ik heb Boozy Shop en ik heb nog een tas van de Primark. En ik ga jullie alles laten zien, dus ben je benieuwd naar wat ik heb gekocht? Dan blijf gewoon even kijken. We gaan eerst beginnen met deze tas van MAC. Het is een tas van MAC, maar ik heb niet alleen iets bij MAC gehaald. Ik heb ook bij Douglas, het geldt voor niks. En ook bij de Kruidvat, maar dat heb ik gewoon allemaal hierin gedaan. Dus dat ga ik even laten zien. Bij de Douglas heb ik mijn NYX Brow Pencil gehaald in de kleur Black. Deze haal ik altijd in de kleur Black. Hij is al opengemaakt, want ik heb hem al gebruikt. Want mijn wenkbrauwpotlood van Benefit was op, dus ik moest even een andere hebben. Dus vandaar dat hij al open is. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik de Benefit Brow Pencil in de kleur 6. En dat is gewoon zwart. Of deze van NYX in de kleur Black. Of nog eentje van LA Girl is ook in de kleur Black. Maar die laat ik zo meteen zien. Die zit in een andere box. Bij MAC heb ik maar één dingetje gehaald. En dat is dit lippotloodje. In de kleur Etc. Dit is een super mooie nude lippotlood. Ik match het niet met de lipstick. Ik doe hem gewoon zo op. Wat fijn is aan de lippotloden van MAC is dat je ze totaal niet hoeft te combineren met de lipstick. Ze zijn super creamy. Dus je kunt hem ook gewoon zo opdoen. En dan heb je gewoon een nude lip. Dus heb je ook een beetje mijn huidskleur. En je bent op zoek naar een super mooie nude lippotlood. Haal dan Etc. bij MAC. Anastasia Beverly Hills had een tijdje geleden sale. En het was 2 halen, 1 betalen. Dus dat heb ik zeker gedaan. En ik heb dus 2 glow kits gehaald. Ik ga hem even openmaken. Ik heb hier mijn mes. Ik heb nog geen glow kits van Anastasia. Dus ik ben hier wel super benieuwd naar. Oh, super mooi. Ik heb dus deze, de Anastasia Glow Kit. In de kleur Sun Dipped. En ik heb de Aurora Glow Kit. Ik zal eerst deze laten zien. Hij is echt super groot. Kijk naast mijn hoofd. Hij is gewoon bijna even groot als mijn hoofd. Dit is dan de achterkant en er zitten 4 kleuren in. Ik maak hem gewoon zo open. Oh, dit viel eruit. Kijk, dit zijn echt super mooie kleuren. Je hebt de kleur Bronzed, Summer, Tourmaline, Tourmaline, of hoe je het ook zegt, en Moonstone. Ik ga ze natuurlijk even swatchen. Nou, dit zijn dan de 4 kleuren. Ze zijn echt heel mooi. Je hebt de donkste kleur Bronze. Dat is heel mooi als je een hele donkere huid hebt. Of een wat donkerdere huid hebt. Je hebt de kleur Summer. Die is weer heel mooi op lichte tot medium huid. Je hebt de kleur Tourmaline. Die is mooi op medium huid. En je hebt de kleur Moonstone. Die is heel mooi op lichte huid. Ik zeg er nou wel bij op welke huidtype het mooiste is. Maar je kunt natuurlijk gewoon doen wat je wilt. Als jij de donkste wilt doen en je hebt de lichte huid. Kun je dat gewoon doen. Je moet het helemaal zelf weten. Je kunt ze ook als oogschaduw gebruiken. Je kunt er echt van alles mee doen. Dus ik ben hier super blij mee. Nou gaan we deze bekijken. Super mooi. Deze kit heeft 6 kleuren. Het zijn een beetje aparte kleuren. Deze glow kit is meer alledaags en is een beetje aparter. Dus ik ga deze ook even swatchen. Hier zijn de swatches van de Aurora glow kit. Deze glow kit is echt nog heftiger. De kleuren zijn nog gepigmenteerder dan de vorige palette. Je hebt de kleur Eclipse, Luna, Spectra, Helia, Orion en Lyra. En deze zijn natuurlijk ook te gebruiken als een oogschaduw. Deze blauwe en gouden kleur lijken mij echt heel mooi als oogschaduw. Nou, dit waren dan mijn glow kits. Ik zet ook in de beschrijving waar ik alles heb gekocht. Want eigenlijk in elke video zet ik alles in de beschrijving. Ik wil toch even deze opdoen. Ook al heb ik al een highlighter op. Ik heb die op van Sleek, maar ik ben toch een beetje benieuwd. Ik ga de kleur Summer opdoen. Het is fijn dat hij zo groot is, want dan kun je lekker erin. Het maakt het zeker heftiger. Echt mooi. Je kunt ook je kwast nat maken met MAC Fix Plus of gewoon een setting spray. En dan wordt het allemaal nog heftiger. Maar dat hoef ik nou niet per se. Nou, ik heb nog 2 Boozy Shop pakketjes. In deze zitten weinig dingen en in die andere iets meer. Maar ik ga eerst deze openmaken. Ik bestel af en toe zoveel dat ik gewoon vergeet wat ik heb besteld. Hier is het dan. Het zijn echt maar 2 dingen volgens mij. Ik vind het altijd echt zo leuk verpakt. Ik heb de LA Girl Brow Pencil besteld waar ik al in het begin iets over zei. En ook in de kleur Black heb ik deze ook. Dus de LA Girl, NYX en de Benefit Brow Pencil zijn mijn 3 favorieten. En ik heb een neuscontourkwast gekocht. Dit is de Morphe M572 of 572. Ik weet niet hoe mensen het uitspreken. Deze is gemaakt voor neuscontour, maar ik vind hem best wel groot. Ik weet niet of je hiermee echt goed... Ik had hem iets kleiner verwacht. Oh nee. Dit kan wel op zich. Kun je gewoon zo je neus snatchen. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een neuscontourkwast, hier heb je er 1. Nou, dat was het. Hier is de 2e, die ga ik nu openmaken. Hier zit wat meer in. Er is nou sale bij de Boozy Shop, dus ik heb daar van alles gekocht. En ik heb ook 1 ding of wat meerdere dingen die niet in de sale zijn, maar ik ga nu alles laten zien. Nou, ik heb hier een mini Boozy Brush. Dit is de Flat Contour 4200.
Deze is handig om mee te contouren. Ik heb deze niet gekocht. Ik heb die er gratis bij gehad. Want als je bij Boozy Shop vanaf een bedrag bestelt, mag je iets gratis uitkiezen. Ik heb hier al de grote variant van. Deze is super fijn om mee te contouren. En ik heb nou dus ook een mini. Leuk voor de prijs. Ook handig voor je neus. Je kunt er ook wel je neus mee contouren. Ik heb nog een kwast. Deze is ook van de Boozy Shop. Dit is de Large Tapered Blender 6500. En dit is om je oogschaduw uit te blenden. Deze heb ik eigenlijk niet per se nodig, want ik heb genoeg blending kwast. Hij is gewoon gevallen. Deze heb ik eigenlijk niet per se nodig, maar hij was in de sale en hij was zo goedkoop. Deze was €1,50. Dus ik had iets van, ja, ik kan hem gewoon proberen, toch? Ik heb de bekende Wimperlijm Duolijm voor €6,95. En ik heb hem in de kleur zwart. Je hebt hem ook in wit. Maar ik vind dat je dat toch altijd te goed ziet op je wimpers. Dus vandaar dat ik een zwarte kleur heb gepakt deze keer. Dit is de eerste keer dat ik een zwarte probeer. Dus ik ga zien of dat echt fijner is. Ik heb hier een liquid lipstick van I Heart Makeup. Dit is de Lip Lava Molten Chocolate Liquid Lipstick. En deze was slechts €2,50. Dus je begrijpt wel waarom ik hem heb gekocht. Ook deze heb ik niet per se nodig. Maar ik heb gewoon veel make-up omdat ik make-up video's maak. Dus ik vond het wel leuk om te zien en om hem te bestellen. En vooral omdat hij er zo leuk uitziet. Ik vind de tube er heel leuk uitzien. En het moet een beetje gesmolten chocola voorstellen. Volgens mij is dit ook echt een bruine kleur. Zo ziet de applicator eruit. Ja, het is echt een donkerbruine liquid lipstick. Dus ja, ik ben hier wel benieuwd naar. Want ik heb nog geen donkerbruine liquid lipsticks in mijn collectie. En ja, hij was zo goedkoop. En ik vind het een hele mooie bruine kleur. Dus vandaar dat ik hem heb. Ik heb hier ook een Wet n Wild lipgloss. Deze was slechts €1,25. Dit is de kleur Red Sensation. Dus obvious, het is een rode lipgloss. En ik heb ook nog geen rode lipglossjes. En omdat die ook zo goedkoop was, ja, heb ik hem ook gekocht. Ik heb nou bij elk product hetzelfde verhaaltje. Ik heb hem gekocht omdat hij in de sale is. En ik vond het wel leuk en super goedkoop, bla bla. Maar dat is het ook gewoon echt. Ik ben echt een sucker voor sale. Ik koop allemaal dingen die ik niet eens per se hoef. En ik krijg hem niet open. Nou, dit is dan de kleur. Het is echt een hele felrode kleur. En ik moet zeggen, ik vind hem echt heel super goed gepigmenteerd voor een lipgloss. En ook omdat hij zo goedkoop is, had ik hem niet zo gepigmenteerd verwacht. Nou, we gaan verder met de volgende producten. Dit zijn drie liquid lipsticks van City Color. Alle drie €2,95. Ook weer heel betaalbaar. Ik heb een lichtroze kleur, een mauve kleur en een beetje een nude kleur. Ik ga ze even swatchen op mijn hand. Het is echt altijd een gezeik om deze dingen open te krijgen. Oh my god. Nou, dit zijn dan de kleuren. De roze kleur heet Dusty Coral. De bruinste kleur heet Mocha. En de medium bruine kleur heet Rust. Ook weer drie super mooie kleuren. Vooral de medium bruine. De Rust lijkt mij echt heel mooi. En ik hoop dat ze ook fijn op de lippen zitten. Maar ik heb nog geen make-up van dit merk. Echt helemaal niks eigenlijk. Dus ik weet niet hoe de kwaliteit gaat zijn. Ze zijn niet heel duur, maar ik hoop toch wel een goede kwaliteit. Dus ze ruiken ook echt lekker. En het laatste is deze I Heart Makeup oogschaduwpalet. Dit is de Rose Gold Chocolate Palette. Deze is nieuw. En heel veel mensen vinden dit een dupe voor de Huda Palette. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Deze was ook maar €9,50. Ook weer super betaalbaar. Echt, ik hou echt van betaalbare dingen. Heel veel mensen zeggen ook vaak via reacties of voor in het echt dat ze het leuk vinden dat ik ook veel betaalbare dingen review en gebruik. Ondanks dat ik ook echt veel dure make-up heb. Ik probeer het ook wel een beetje te mixen. Maar ik vind het gewoon echt super leuk om betaalbare dingen te vinden die heel goed zijn. Daar krijg ik echt een soort van energie van. Ik zweer het. Dit is dan het paletje. Heel mooi. Heel chic ook. Ik vind hem heel chic. Dit zijn dan de kleuren. Er zit een plaatje overheen waar dan de namen op staan. Die ik altijd gewoon weggooi. En deze applicator kleur ik ook weg. Nou, dit zijn de kleuren. Het zijn een beetje felle kleuren, neutrale kleuren. Je hebt in ieder geval genoeg keuze. Vooral de kleuren hier lijken heel veel op die van de Huda Palette. Die is een stuk duurder. Dus als je dat soort kleuren wilt en niet zoveel geld hebt om die van Huda te kopen, kun je ook gewoon deze kopen. Nou, dit zijn alle glitterkleuren. Ik heb ze allemaal geswatcht. Echt, deze kleuren zijn zo mooi. Vooral die groene, rode en gouden kleur. Nou, ik heb ze ook echt maar één keer geswatcht. Ik ben er niet vaker overheen gegaan en kijk hoe mooi gepigmenteerd. Echt een goede dupe. Nou, hier zijn alle matte kleuren. Oh, die roze en die rode kleur is zo mooi. Ook deze zijn weer super gepigmenteerd. Nou, ik heb ze allemaal geswatcht. Ik vind de kleuren echt heel mooi. Ik vind de kwaliteit ook heel goed. Tenminste, wat ik zie nou aan de swatches. Dus ik ga hier zeker een make-up look mee maken. Ik zal er zeker wel meer van maken. Dit was de doos waar het in zat. Als iemand dat nog wil zien. Deze kleur ik ook gewoon weg. Allemaal mensen, ik wil ook even tussendoor nog iets vertellen. Ik heb een super leuk cadeautje gehad. Ik heb de Urban Decay Heat Palette gehad. Oh my god. Ik ben hier zo blij mee. Ik heb me ook vandaag hiermee opgemaakt. Kun je wel een beetje zien. Het is een hele warme look. En het is allemaal hele warme kleuren. Echt, oh my god. I love it. I love it. Als je op zoek bent naar een mooie, warme, neutrale oogschaduwpaletje. En je hebt wat geld te besteden. Deze is €55. Echt.
met haar goals. Nou, dit was dan de Boozy Shop. Nou gaan we verder met de Primark. Daar heb ik ook geshopt. Dus nu begint er een mini shoplog. Het eerste wat ik heb gekocht zijn wasjes. Die moet ik gewoon altijd hebben. Die haal ik normaal bij de Action. Maar ik was nu bij de Pri, dus whatever. Ik heb deze roldingen gekocht. Want ik heb van die treggings, van die zwarte broeken. En daar blijven altijd allemaal pluisjes op hangen. En als je dit er dan overheen rolt, dan gaan die er gewoon vanaf. Deze waren €1,50. Deze waren trouwens 70 cent. Dan heb ik ook deze Bordeaux rode trui. Die is ook heel leuk. Met een heel klein soort van kooltje. En de mouwen lopen echt super wijd. Deze heb ik gewoon in mijn eigen maat. In maat 36, dus maat S. En hij zit gewoon helemaal strak. Ik vind deze echt super mooi. Ik heb hem ook al aangehad, want ik kon niet wachten. En deze was ook slechts €13. En hij is ook van een hele lekkere zachte stof en lekker warm. En je had hem ook in het grijs, mocht je hem in het grijs willen. Dus over deze trui ben ik super blij mee. Ik draag meestal echt zwarte kleren. Of in ieder geval donker. Maar het meeste is zwart. Want ik hou gewoon van zwart. Als je ook in mijn kast kijkt, dat is één grote zwarte hoop. Maar ik dacht, laat me ook eens een keer een felle kleur pakken. Dus ik heb een hele felle kleur gepakt. Ik heb deze roze wintertrui gepakt. Ik heb hem in de maat M gepakt. Dat is maat 38-40. En deze heb ik ook één maat te groot gepakt. Omdat ik wil dat hij iets groter valt. Het is een vrij normale roze trui. En hij valt niet over de heupen. Hij valt ongeveer op de helft van je heupen. Dus net niet, net wel. En ook voor maar €13. Dit is echt een super dikke stof. En deze vind ik ook heel leuk als ik een keer iets meer wil opvallen. Want ik moet echt meer kleur gaan dragen. Ik had ook een grijze hoodie gekocht in maat L. Want ik wil ook dat die grote valt. Alleen die is nou in de wash. Want ik heb hem ook al aangehad. Zo slecht. Maar het is gewoon een vrij simpele grijze hoodie met capuchon. En die was slechts €8. Je hebt die ook bij de H&M voor €20. Maar waarom bij de H&M halen als je hem ook bij de Pri kunt halen voor maar €8. Voor de rest heb ik geen kleding meer, maar wel make-up. Het eerste wat ik heb is dit maskertje. Het is geen make-up, maar skincare. Deze was €4. Is nou €1. Ik stond bij de kassa om te gaan afrekenen en deze lagen daar. En dacht, ja, waarom niet? Het heeft zo'n printje, zo'n blauwe pantenprint. Met vitamine B5 en zo. Dus hij zal wel goed zijn voor je huid. En je moet hem een kwartiertje oplaten, dus waarom niet? Kan hem gewoon proberen. Ik heb ook deze tweezers voor €2,50. Moest ik echt tweezers hebben, want die van mij zien er echt niet meer uit. Kijk, mijn tweezer is echt helemaal vies van de make-up lijm en zo, van de wimperlijm. Dus vandaar dat ik deze moest hebben. Ik heb ook voor €2,50 een wimperkruller. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaaltje als net, die ik al heb, super vies. Deze is de mijne. Kijk hier helemaal die mascara. Echt, oh my god, ik kan echt niet meer. Ik doe er echt al veel te lang mee. Dus die moet ik even vervangen met deze. En ik heb weer twee liquid lipsticks, weer bruinige kleuren. Ik weet niet waarom ik weer twee bruine kleuren heb gepakt. Aangezien ik al bij de Boozy Shop wat bruine kleuren had besteld. Maar ja, ik heb er niet echt over nagedacht. Deze waren eerst €3 en nou €1. En ik heb ze in de kleur Shadow Me en Midnight Kiss. Ik ga ze even swatchen. Nou, dit zijn de twee kleuren. Eentje is iets meer roodbruin en eentje is meer koelbruin. De koelbruine heet Shadow Me. En de andere heet Midnight Kiss. Hele mooie kleuren. Ondanks dat ik al bruine lipsticks had besteld, liquid lipsticks, zijn dit toch wel twee andere soorten bruin. Dus ik heb heel veel verschillende soorten bruin. Vrouwen begrijpen dat, mannen begrijpen dat niet. Mannen zien gewoon allemaal bruin. Maar wij kunnen zien dat het verschillende kleuren bruin zijn. Deze zou ook wel mooi staan met de ooglook van nu. Ooglook. Ooglook. Nou, dit was het dan. Dit waren al mijn aankoopjes van de afgelopen week. Ik ben echt vooral blij met deze twee. Ik heb hier zo lang op gewacht. Deze kwam als eerste binnen. Dus ik moest zo lang wachten om deze open te maken. En ik haat het om pakketjes niet open te maken. Dus ik ben super blij dat ik ze nou heb open kunnen maken. Nou, dat was een lange zin. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond hem in ieder geval wel heel leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat kan gratis hier beneden. Ik heb ook nog wat pakketjes van AliExpress die eraan komen. Dus het is misschien ook wel leuk als ik die ga unboxen. Maar dat komt later. Maar ik hoop jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!